Zijn er nog de restanten? Want gisteravond hebben we er met elkaar al een kleine 180 rondgebracht door heel Eemnes. Dus ik moet er nu nog een paar. Lisbeth van de historische kring Eemnes bezorgt de gemeentevlaggen door de hele stad. De vlag stamt uit 1956 en is vorig jaar opnieuw uitgegeven. Toen liep het nog geen storm, maar nu wel. Dankzij een actie van de lokale feestcommissie. We hebben deze vlag vorig jaar met de feestweek van Eemnes ook gebruikt om op te hangen. Het zag heel feestelijk uit en gaf een hele leuke sfeer in het dorp. En toen wij dachten, nou, naar aanleiding van alle coronamaatregelen en de ellende die iedereen heeft om een stukje saamhorigheid in het dorp te brengen, denken we van nou, we hangen die vlaggen weer op om dat te motiveren en we roepen op aan iedereen om mee te doen. Toen hadden we bedacht dat er misschien een aantal mensen gehoor zouden geven en het zijn er honderden geworden. 400 om precies te zijn. Daarmee hangen er nu 900 door heel Eemnes. Dat er zoveel animo voor het initiatief is, vindt Lisbeth kenmerkend voor de stad. Als je zo naar Eemnes loopt, dan is het hele coronavirus brengt de nodige zorg en spanning mee, ook voor een heleboel mensen. Maar het heeft ook mooie kanten dat mensen aan elkaar laten zien van we gaan er samen voor. Dit is een stukje verbondenheid, een stukje saamhorigheid. Met 900 stuks heeft 1 op de 3 huishoudens in Eemnes inmiddels zo'n rood-wit-gele vlag voor de deur hangen. Ja, een mooie vlag. Heel Eemnes doet daar naar mee. Hè? En we willen graag een gevoel van samenhorigheid uitdragen. En daarom hebben wij deze vlag ook besteld. Dus die gaat straks opgehangen worden? Meteen. Dan hangt ook de laatste vlag. En is de missie geslaagd? Maar er kunnen nog veel meer huizen en wij leveren wel. Wij lopen graag nog een extra blokje om een vlag te bezorgen.